De heer Bas Boyster van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroep, de NLPO, was dinsdag 29 november te gast als inspreker bij de Commissie Financiën en Bestuur van de gemeente Gemert-Bakel. Hij sprak er over de veranderingen in het landschap van lokale omroepen en het belang hierbij van samenwerking en schaalvergroting, zoals ook Omroep Peelrand heeft ingezet. Goedenavond, voorzitter, commissieleden, bestuurders en alle andere aanwezigen. Dank dat ik de tijd krijg om hier te spreken. Mijn naam is Bas Boyster en ik ben projectmanager bij de stichting NLPO. Dat staat voor Nederlandse Lokale Publieke Omroepen. Ik ben uitgenodigd door Ben van Riel, de voorzitter van uw lokale omroep, Omroep Peelrand. Ik hoop u vanavond kort, maar krachtig, te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de vernieuwing binnen de lokale omroepsector. Want er staat in de komende jaren een hoop te gebeuren. Los van het feit dat er ook in de afgelopen jaren al een hoop is gebeurd. In Nederland zijn er op dit moment 234 lokale publieke omroepen. Deze omroepen zijn vaak minimaal gefinancierd en draaien grotendeels of volledig op vrijwilligers. Tegelijkertijd zie je dat steeds meer lokale kranten ophouden te bestaan, regionale dagbladen zich vooral naar de grote steden verzamelen en hyperlokale websites en Facebookgroepen vaak afhankelijk zijn van één of twee personen die zich geen journalistieke houding hebben aangemeten. En dat in een tijd van fake news en in een tijd waarin steeds meer taken van de Rijksoverheid worden overgeheveld naar gemeenten. Dat betekent dus ook dat er meer lokaal bepaald kan worden. Dat lokale politici meer te zeggen hebben over bijvoorbeeld zorg, sociale zaken, maar ook verduurzaming en de energietransitie. Zaken waar inwoners die geïnformeerd zijn vaak ook iets van willen vinden. Dan is het dus van belang dat er een goed uitgeruste lokale omroep is. Die verslag doet van wat er in de gemeente speelt en kritische vragen stelt aan de gemeentebestuurders. Een lokale omroep die ook de andere kant van het verhaal laat zien. Een lokale omroep die dagelijks nieuws biedt, maar ook de verbinding legt tussen de inwoners en de politiek. En tussen de inwoners onderling. En op alle relevante kanalen aanwezig is. De NLPO pleit dan ook voor een landelijk dekkend netwerk van lokale publieke omroepen die alles kan bieden. Mede omdat wij een goede werking van de lokale democratie, net als u hier aanwezig, van zeer groot belang vinden. Hoewel het Rijk heeft aangekondigd dat lokale publieke omroepen te willen versterken met extra geld, zal dit nooit voldoende zijn om alle bestaande 234 lokale omroepen in Nederland zodanig te professionaliseren en te versterken dat ze aan het zogeheten lokaal toereikend mediaaanbod kunnen voldoen. En daarom is een aantal jaren geleden van onderop het idee opgevat om omroepen te laten samenwerken of te laten fuseren binnen een zogenoemde streek. Een gebied dat past bij de natuurlijke habitat van de burger. Die is meestal omvangrijker dan de eigen gemeentegrens, maar altijd minder groot dan de grenzen van de provincie. Bovendien wordt er bij deze streken ook rekening gehouden met de bestaande samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, bijvoorbeeld zoals het ook gaat met bibliotheken. De NLPO heeft een aantal jaar geleden met hulp van de VNG en met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan alle Nederlandse gemeenten en aan alle lokale omroepen gevraagd wat zij een logische indeling vinden. En er is een kaart van onderbij 80 streken uitgekomen. De gemiddelde omvang van zo'n streek betreft 225.000 inwoners. Maar soms is het ook een stuk groter, bijvoorbeeld rond Amsterdam. Of juist een stuk kleiner, bijvoorbeeld rond de Waddeneilanden. Om dat landelijk dekkend netwerk van lokale omroepen voor elkaar te krijgen en overal een gelijke basis neer te leggen, pleit de NLPO samen met de VNG voor een vaste basisbekostiging vanuit het Rijk per streek. Daarnaast willen we een variabele bekostiging realiseren vanuit de gemeentes om te kunnen nivelleren. Immers, grote gemeentes hebben vaak ook grotere en omvangrijkere dossiers om te volgen en dat kost dus ook meer geld. Maar met een stevige basis vanuit het Rijk plus aanvullende gelden lokaal, denken we dat we met een sterk landelijk dekkend netwerk van zo'n 80 lokale omroepen kunnen komen. Gesprekken hierover vinden op dit moment plaats in een werkgroep in Den Haag. Duidelijk is al wel dat er indikking, of zoals wij dat noemen, streekomroepvorming nodig is om voldoende kwaliteit te kunnen bieden in alle delen van Nederland. Uw lokale omroep is in het verleden ingedeeld in de streek Oost-Brabant, samen met de gemeenten Laarbeek, Meijerijstad, Maashorst, Boekel, Os en Bernhezen. We hopen dan ook dat de omroepen en de gemeenten in dit gebied binnen afzienbare tijd tot een intensieve samenwerking komen met elkaar. Er is inmiddels al een gezamenlijke aanvraag gedaan voor gelden vanuit het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, iets wat de NLPO zeer aanmoedigt. Daarbij wordt samengewerkt tussen Omroep Meijerij, DTV Os Bernhezen, DTV Maashorst en Omroep Peelrand. Volgend jaar mag u het commissariaat voor de media adviseren over welk initiatief de aanwijzing voor Gemert-Bakel zou moeten ontvangen. De NLPO hoopt dat u bij dit advies vooral ook kijkt naar een positieve houding van de initiatieven ten opzichte van de streekomroepvorming en u dit ook meeneemt in uw overwegingen. Mocht u naar aanleiding van deze stand van zaken nog vragen hebben, dan kunt u mij altijd aanspreken, mailen of bellen om u een verdere toelichting te geven. Dank u wel. De door Omroep Peelrand gewenste samenwerking met de voormalige omroep van Gemert-Bakel komt overigens niet van de grond omdat een aantal voormalige medewerkers zich hiertegen verzet.